Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Log met Sander van Gaming SB. Ik ben benieuwd hoeveel mensen deze intro gaan snappen. Wow, Sander. Je moet echt goed opletten, je moet echt goed de vorige intro's ook onthouden hebben om deze weer te snappen. Het is gewoon weer lastig dus, dat zou ik moraal van vragen. Nee. Wel. Misschien had ik moeten healen voordat ik tegen Clement ging praten. Nou, had misschien handig geweest, ja. Oké, Imoga. Rock type. Boom. Dood. Waarschijnlijk, hoop ik. Ik hoop het voor je. Dat dacht ik ook. En toen ging hij ook wel dood. Tyrantrum. Tyrantrum? Ja. Is dat... hoe je die naam zegt? Ja. Oké. Nou, dan ben ik niet compleet in de biel. Maar wel grotendeels. Doe nou niet zo. Ik ben al salty. Vanwege de vorige aflevering. Maar Sander, jij zegt net zelf niet compleet. Dus dan is het wel een inkopper natuurlijk. Ja. Sturdy? Heeft deze gast Sturdy? Oh nee, want dat geeft hij aan in deze gen zeker. Hypermotion, doe nou niet zo! Hij heeft een Magneton inderdaad, in plaats van een Ampharos, geloof ik. Oké, die kan ik met Sturdy. En die Magneton heeft Sturdy. Ja, maar deze... Clement. Deze Imoga niet dus. Gaat hij al zijn Hypermotions direct gebruiken? Oké. Oh, crit. Lekker voor je, Imoga. Lekker voor je. Ja, sorry, maar ik wil dit keer gewoon een aflevering hebben zonder devs. Oh ja, dat snap ik. Als het een keertje kan hoor, als het een keertje kan. Als de game een keer gunt. Ik leer trash. Nee, ik wil niet forgetten. I don't like trash. Nee, dat is best een sterke avond, toch? Ja, maar... die ga ik niet op mijn... Tyrantrum zetten. Want die kan beter gewoon step moves hebben, ja. Ja. Nee, ik dacht dat Snorlax trash leerde. Dan had ik hem misschien nog wel gedaan. In plaats van de Fanscrew of Amnesia. Maar. Oké, ik kan de Magneton. Oh, er komt eerst de Magneton. Oké. Dan ga ik met Doge. En dan doe ik zo'n Fire Fang en dan hoop ik dat hij dood is. Oh nee, dat kan niet, want hij heeft Sturdy. Ja, dat is balen. En Dark is not very effective. En Smog werkt niet. Oké, nou dan ga ik toch voor Super Effective. Oh, dat was sowieso geen 1 KO zien. Ga ik even kijken wat de gym leader voor... levels heeft. Deze man is zo ahead of the game. Nee, ik ben daar nog niet, hè. Ik ben er nog niet. Alleen ik wil even weten tot welke... Nee, daarom. Dat was ook wat ik bedoelde. Je bent zo erg naar voren aan het kijken. Ja, ik moet dat weten tot... Dat was over 3 afleveringen of zo, toch? Of... Ja, maar Sander, luister dan wat ik wil zeggen. Ik moet toch weten tot welk level ik mag trainen. Ah ja, dat klopt wel. Nee, klopt. En dat valt vies tegen. Tot 47 mogen we trainen. Na de vijftertje. Oké. En die heeft Fairy Pokémon's. Fairy. Steel of Poison zou ideaal zijn. Oh, hey. Weet je welke app? Vooral Dark. Ik zou echt een wonder vinden als ik hoe heet het? Oh, Thunderbolt, nice. Ik zou echt een wonder vinden als ik deze haal, deze avatar lock. Ja, je hebt ook niet zo heel veel lekkers meer in de box zitten, hè? Nee. Nee. Die Snorlax was oprecht het beste wat in mijn box zat.
Ja, dan moet je echt... Nou is Snorlax ook gewoon wel goed, maar hij is wel level 15. Dus in dat opzicht zeg dat wel weer een hoop. Ja, dan moet je echt eventjes kijken of er nog goede Pokémon's te vangen zijn voor je als backup, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ik vind het hartstikke leuk, Lysander. Of, oh, dat is Sycamore Town. Lysander is geen boom. Heel raar. Ja, toen wist ik dus niet wat je moest doen. Nu, zeg maar, waar je nu bent. Maar je moet even naar een taxi gaan. Die staan overal in de buitenste ring. En dan zoek je gewoon Lysander's café op. En daar moet je zijn, zeg maar. Oké. Okay. Oh, gaan we weer allemaal Magma shit krijgen? De Flare! Nee. Flare is dan weer. Je hoeft alleen maar even met Team Flare te praten. Maar dat is het. Oké, okay, ik zie hier wel zo'n Flare Grum, maar dat hoeft dus niet. Ik moet eerst echt een taxi. Ja, als je een Flare Grum ziet, kan het zijn dat je al dicht bij het café bent waar je moet zijn. Want die zit namelijk in zo'n tussengaantje, zeg maar. Ja. Yeah. In zo'n plaza, of dat niet? Ja, dat Flare Grum staat in zo'n plaza en dan in zo'n zijgangetje, zeg maar, zit een café en daar moet je zijn. Oh, hier. Hier staat wel koffie. Klinkt wel als een café. Ik zou zeggen. Ja. Ja? Nice. Nou, daar moet je zijn. Hier is Sycamore en Lysander. Ja. Mr. Boom en Mr. Eet. Weet ik veel. Ja. Een vurige meneer. Ja, precies. Wat leuk. Kunnen we... Dit klinkt als Professor Layton muziek, joh. Ja, dat is volgens mij de Sycamore song. Oh? King's Rock. Boom, nu kan ik mijn Slowpoke evalueren. Nee. Mijn Poli... World. Nee. Ja, Poli... Heb je een Poli World dan? Nee. Maar het zou wel kunnen. Ja. Dat kan wel meer. Ik mag hem niet eens hebben, maar... Ik kan het wel. Oh, ik kan hem ook verkopen. Dat kan ook. Maar ja, dat gaan we niet doen. Nou ja, ik ben wel waarschijnlijk binnenkort heel low on money. Want ja. Dit is ook. Ik leer met Azumarill pas op level 50 een fairy move. Ja, maar hij is zeker ook pas net een fairy type. Of is Meryl ook al een fairy type? Volgens mij is Meryl ook al een fairy type. Kijk. Azurill ook al. Nee, Azurill is normal. Ja, Meryl is ook al een fairy type. Oh ja, Azurill is normal water natuurlijk. Ja, ja. Moet ik naar route 14? Ja, volgens mij wel. Als Serena tegen je gaat ouwehoeren, dan zit je in de goede route. Maar dan zit ik niet goed. Of, ja, in de route? In de route. Ja, oké, okay, nee, dan wel. Schommels, gaan ze nou zeggen, hey, kom op de schommels, yay. Nee, dat gaan ze niet zeggen. Ah. Oké, okay, nee, dan is het goed. Ze gaan zeggen, ik weet al wat ze zeggen, Mega Evolution. En kijk, ze zeggen, gaat die over een Gibble praten? Heb je een Gibble niet nog in je party? Nee. Pas op maar zo. Maar hij is dood, hè? Dus ik mag hem ook niet meer in mijn party hebben. Nee, maar daarom vroeg ik het ook. Ik heb hem nog af. Nee, Bardo. Heb ik. Bardo. Een Meowstick, die is op zich nog wel te doen. Is de 7e gym niet zo'n psychic gym? Zal ik eens kijken voor je zo'n... Want als dat zo is, dan steamroll ik die hele gym. Oh nee, dat is Ice zeker. En nee, daarna psychic. Komt Psychic. Nee, nee, 7e gym is Psychic. Ah. En de 8e gym is Ice. Maar ja, je moet eerst maar eens bij de 7e gym raken. Ja, en met de 6e gym van Fairy is dat nog aardig lastig waarschijnlijk. Daarom. Absol. Dan toch maar King Alert, hè.
dan toch maar. Kijk, alert. Ik ben de king, ik ben alert. Zij die niet vrolijk. En terecht ook hoor. Nou, hij is een leveltje omhoog hoor. Crunch! Boggers. Crunch is alweer aanval. Oh, hij heeft nog helemaal geen dark type. Is hij pas net dark type of zo? Wie? Dan. De Pancha. Ja, dat is het. Ik dacht dat hij pas net fighting was, maar hij was. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ah. Wat beter, Slash heeft wel meer kans op crits, maar Body Slam kan weer paralyzen en heeft hogere attack power. Dan zou ik voor Body Slam gaan. Toch wel, hè? Toch wel. Ja, houden bedoel je toch? Ja, ja, ja. Ja, nee, oké. Okay. Anders had ik nu Slash verleerd omdat ik jou verkeerd begrepen had. Nee, je hebt me goed begrepen. Ja, dat is... De crisis averted, zeggen ze dan, ja. Toch? Ah. Nou, dat is mooi. Een chestnut. Oké. Okay. Hoor je met vuur op? Waarom is Firefang niet zo goed als dat ik gedacht had? Ik denk Firefang 2 levels hoger is wel een 1-hit KO'tje, maar nee hoor. Het is een 2-hit KO'tje. Reset. Maar goed, Mr. Schildpad is wel dood. Is het... Nee, het is wel physical. Wacht, Firefang is toch ook physical? Ja. Ja. Nou, het gekke is dat de Houndoor wel gewoon een hoge physical heeft, dus... Komt Shauna weer. Hoi, hoe is het? Fighting Dojo. Wat is dit? Gen 1. Krijg maar een gratis Pokémon. Oh ja, wacht, hij is niet randomized. Ik dacht eventjes. Waar ben jij nou? Want wat jij allemaal zegt, daar ben ik niet. We hebben het over een of andere Fighting Dojo. Dus ik denk, ah. Oh. Dan krijgen we misschien een Pokémon. Toen dacht ik, die is vast randomized. Maar... Ik heb het niet echt gelezen, eerlijk gezegd. Ik lees bepaalde woorden, zeg maar. Ik lees heel selectief. Ik ben in Laver City. Nu al. Ja, maar dat is alleen die route waar je nu bent door hoor. En dat is niet zo'n grote route. Ik loop helemaal niet zo ver voor op jou, hè. Oké. Maar welke Pokémon kan ik hier vangen? Even kijken naar jouw types. Oh, Goomy. Echt? Ja. Oh, die vind ik nog niet. Maar die, daar ga ik wel voor. Ik zal eens eventjes opzoeken hoe je die moet vangen. Want ik ben hem ook nog niet wild tegengekomen. Maar ik weet wel zeker dat hij in deze route zit. Poke Earth. Ik weet niet wat ik tegen... Ik vecht nu met de Quagsire. En ik ben bang. Ja. Goomy is 10%. Mm. Je kan ook nog Carablast of Shelmet vangen. En Shelmet, allebei. Scorupi. Ja, maar dat is fighting. Oh, dat is... Eentje is ook metal. Of steel bedoel ik. Dat klopt, ja. Welke is dat? Even kijken. Van die moet ik hebben. De Carablast, alleen die is zelf nog geen steel. Nee, oké, okay, maar die kan ik wel trainen totdat die... Ja, maar hij evolueert met treden. De pijn. De pijn. En dat kan zeker niet, of kan dat wel? Nee, ja, ik heb wel een andere manier, maar het is niet heel makkelijk, zeg maar. Shit.
Was die Goomy, was dat in het gras of? Ja, gewoon standard walking. Ja, even kijken, standard walking staat er dus. Gras of in het water is je zelfs 20%. Dus daar heb je nog meer kans. Ik heb een Carabless gevonden, maar ja, daar heb ik dan niet zoveel aan. Nee. Toch ga ik hem vangen. Ik weet niet of Bug super effectief is op Ferry. Is er Is er voorbij? Ja, sorry, ik zit heel eventjes te kijken. Ja, okay. Ja nee, geen. Of Bug super effectief is op? Ferry. Nee. Ja. Alleen Steel en Poison. Is dat het enige? Ja. Hoe OP is die dan? Alleen de gym leader heeft ook een Mawile. Die kan je met een vuurpokémon in ieder geval killen. Dus dat is in ieder geval alvast één. Ja, oké. Okay. Welke Pokémon heeft hij? Dat is inderdaad ook wel een goeie. Mawile, Sylveon en... even kijken. Mr. Mime. Mr. Mime is Psychic, dus die kan ik ook wel. Ja, maar ook Fairy, hè? Psychic Fairy. Dus... Poison en Steel zijn de enige super effectives. Oh, dat heft elkaar weer op. Ah, oh, wat kut. I don't like how Pokémon works. At the moment. Maar heb ik ook geen Steel of Poison aanval, dus voor mij wordt het ook lastig. Ik had een Steel aanval, maar ja, die is dood. Wie is dat? Wie had een stuw aan? Doublet. Oh ja, tuurlijk. Kom op, zit eventjes. Niet dat ik je überhaupt nuttig kan gebruiken hoor, Carabless, maar... Ja, het is iets. Dit gaat zo fout. Zo fout. Ik weet niet eens wat dit past eigenlijk. Pas wel. Ik weet ook niet of ik al eerder iemand zo heb genoemd, maar goed, dat maakt niet uit. Oeh. John Lennon, want het is een Beatle. Oh, oké, nee, dat heb je nog niet gedaan. Nou, dan heb ik dat in mijn avatar lock laatst gedaan. Er staat me wel iets van bij. Je bedoelt in je master mode. Wat zei ik? Je zei avatar lock, maar... ik bedoelde master mode inderdaad. Je kan door dezelfde tactiek te gebruiken als bij Sabrina's gym, kan je in één keer door een gym dieren. Oh, ja. Van links naar rechts. Elke keer de rechtsonder pakken, zeg maar. Doe een getaway, doe nou niet! Quagsire. Maar ben jij al bij de gym dan? Ja. Gast, doe even rustig. Nou, daar ben je ook zo, hoor. Okay, die Mawile doe ik even 1-hit KO en met Flamethrower. Fuck, good trainer. Sorry. Probeer hem nog zo te ontwijken. Toen werd ik vlak voor de trainer. Kreeg ik zo'n Quagsire die kut ging doen. En toen versloomde je zeker. Wat? Versloomde? Ja, toen werd je daardoor, omdat je tegen die Quagsire moest en runde, was je te sloom om verder te lopen voor die trainer. Ja, zo, ja. Nee, daarna draaiden ze echt direct om. Wow. Dus ik had echt, ik kon niks doen. Oké, ik vecht nu tegen de Sylveon. Sylveon is de ace trouwens, dan weet je dat. Ah, nee. Van allemaal. Ik weet niet meer wat die eerste was, maar... Oh ja, dat was Mr. Mime, daar had ik ook niks voor. Dat was tenminste... Oh nee. Ga niet je defense raisen, Arbok. Ik... wilde al niet tegen je vechten en dan doe je zo.
Zo zijn Arbaks. Ja, bak. Swallow? Nee, dan hield hij. Ik ben zo klaar met deze game. Met echt. Alleen nog Mr. Mime. Oké, ik denk dat ik deze game easy ga winnen. Oké, welke vuur Pokémon heb je ook alweer? Houndoom. Houndoom. Ja, heeft hij een goede vuuraanval? Firefang, maar die schijnt niet zo goed te zijn. Ja, dat is lastig. Ik dacht wel anders, als je gewoon elke keer met vuuraanvallen eroverheen. Dat heb ik nu ook gedaan met Delphox. Gewoon flamethrower gespamd. Nou, Melina, en bedankt hè, voor dit gevecht. Nog zo'n ranger. Nee! Oké. Een hunter. Ik krijg TM Dazzling Gleam, die kan ik wel eventjes aan Azumarill geven. Couldn't get away, nee! Rustig blijven, Sander. Wow, hij kan niet eens Dazzling Gleam leren, wat is dit voor een onzin? Hé, hey, Shelm, het is die niet wel Steel? Nee. Het ziet er wel uit als Steel. Ja, doe maar protect terwijl ik probeer te runnen. Waarom draait deze man zo inconsequent? Om jou te fucken. Ik durf niet. Getzooi! Fuck. Wat gebeurde er? Heeft hij het toch gezien? Heeft deze man vechten. Ah, sad. Een Goomy, oké. Daar heb ik Dragon voor. Gelukkig. Het is, ik heb gewoon... Gewoon geen Ground-type meer ook. Dat was eigenlijk wel echt... Eentje die voor mij best chill was, omdat ja, ik bijvoorbeeld voor Electric Type ook niks had. Maar en is die Diggersby ook al dood dan? Wil ik die gebruiken? Nou, het is een Ground Type. Ja, maar is Snorlax dan niet toch beter? Ja, dat vind ik lastig. Kijk, Snorlax heeft geen step, zeg maar. Jawel, als hij normal doet. Ja, maar normal heeft toch geen step, of wel? Ik dacht dat normaal geen step bonus had. Wait. Serious? Ja, dat weet ik niet zeker hoor, maar dat dacht ik in ieder geval altijd. Nee. Oké, ik ga gewoon achter die trainer aanlopen, dan kan hij me nooit zien. Janna, nee. Come this way. Ik wil gewoon naar de... Nee, niet naar huis. Ik wil gewoon naar de dingen toe. Nu ben ik ergens heen geteleport en dan zijn er weer allemaal trainers natuurlijk naar de weg terug. Nee, je moet naar dat huisje toe, zeg maar. Ja, maar je moet ook weer terug. Ja, maar dat is gewoon, dat is echt 2 meter daarnaast, zeg maar. Oh, oké. Je bent bijna bij de volgende stad. Bij de stad waar ik ben, zeg maar. Jezus, man. Leuk, man. Ik wil gewoon door met de game. Ja, echt. Zo van, wat moet dat? Wat moet ik hiermee? Maar kijk, als ik een horror game wil spelen, dan... Speel je Let's get out of here. Ja. Let's get out of here. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar... We gaan wel eruit. Ik heb ook op no gedrukt. Oh, nee. Dat had ik ook gedaan, ja.
Ik denk in de hoop dat ik hier sneller weg ben. Je kan het, Sander. Succesvol. Geloof in je. Lavender City. Nee, Laverre. Nou, dan ben je echt gewoon heel dichtbij mij. Behalve dat ik de gym moet verslaan en dat ik dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Sander, geloof nou eens in jezelf. Maar je mag er ook voor kiezen om dat de volgende aflevering te doen dat je tussendoor gaat trainen. Dat mag ook. Je mag tot 47. Ja, ik weet niet of dat... Ja, nee. Ik ga wel gewoon. Okay. Niet dat je straks al je Pokémon's kwijt bent. Nee, dat gaat toch wel gebeuren. Ja, Sander. Geloof nou eens in jezelf. Oké, okay, waar is die gym? Ja, ik ben echt bang voor deze gym, oké? Okay? Snap ik. Is dit die tree? Ja. Professor is niet de enige die een tree is vandaag. Wat? De gym! Ja? Is een boom. Ik weet het. De professor is niet de enige die een boom is vandaag. Of tree, zei ik dan. Oké. Okay. Want ik denk dan land de grap beter, aangezien ik letterlijk zei, het is een tree. Ik moest heel hard lachen. Ja, en terecht. Oh, en een trainer. Oké, die trainer moet ik echt eventjes... Oh, ik ben Dodge Master. Oh, nu kan ik niet naar rechts. Nee, je moet gewoon... Alleen. Dan is er maar één tile over, of zo, dus. Ja. Klopt, hè? Ja. Gewoon rechtsonder pakken, behalve als het niet anders kan. Ja, precies. Oké, ik ben bij Valerie. Ik weet niet eens wat ze heet. Ja. Valerie. Hoe heet ze? Valerie, je zei het goed. Oh. Oh, ik heb natuurlijk wel Dragon, dat is altijd goed. Oh, wacht, dit is Fairy. Ja. Je moet in ieder geval die Mawile is easy met haar doen. En de rest, ja, de Mr. Mime is ook wel easy. De enige lastige is gewoon die Sylveon. En welke komt als eerst? Mawile. Oké, dat is gelukkig. Dan... Dat scheelt, dan... Doe jij die battle maar eerst en dan eindigen we de aflevering. Ja, dan weten we hoe erg de schade is. Ja. De volgende aflevering en dan... Kan je een nieuw team gaan trainen voor de volgende aflevering. Ja, precies. Range. Oké. Dat doet niks. Dit in de Pokeball Factory. Oké, die Marvel is wel te doen. Die had ik bijna 100 KO. Ik ben even afgeleid, maar... Je kan het anders, we geloven in je. Oké, die Marvel is dood. Is Fairy ook super effective op Dark? Ja, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, Fairy is echt een overpowered type. Ja, ik merk het nogal. Hoe gebeurt? Ja, precies. Eens. Oké. Ik ga gewoon met Jolteon. Dan kunnen ze sowieso niet een super effective move doen. Tegen me. Oké, Paralyze. Lekker bezig, Jolteon. Ik hou van je. Ja, nog een beetje jab damage en ook niet. Ja, een discharge en dan is hij wel dood, denk ik. Hier, magnitude 9, bitch. Oké.
heel fijn. Volgens mij is de rest of Dark of Dragon, dus dan blijf ik toch met dingetje in, met Jolten. Mm-hmm. Oké, okay, 42, oh, Oké, dat doet... In principe zou ik één hit kunnen tanken. Maar? Ja, en ook een discharge. In principe zou het moeten lukken. Als het goed is, deed hij 49. Als hij crit, dan haat... Godverdomme! Hit is... Nee. Goldwin is dood. Door de crit. Nu ben ik fucked. Ja, dat wordt wel lastig, ja. Hou noem eens Dark, dat is echt kut. Dat is echt kut. Wat heb je nog meer? Oh, Snorlax, maar ik weet niet of die al hoog level is. 23, dat gaat niet werken. En wat heb je nog meer? Squirtle, of Greninja. En nog meer? En Pantium. Oh, dit wordt echt... Maar Pantium sowieso niet, want dat is vier keer effectiveness. Nee, die zou ik zeker niet doen, nee. Ja, wordt wel lastig. Is Fairy ook super effective op Dragon, hè? Ja. Niet alleen in Moon, tegen Dragon. Okay. Toch maar Houndoom. Nou. Ja. Nou, één voordeel, ik heb een Flaffy. Dus ja, in principe is dan een Electric type verliezen dan niet heel erg. Nee, het killt niet. Dan gaat hij denk ik een Hyper Potion doen. Oh ja, dat ook nog. Oké, dan ga ik het sowieso niet risken om eerst te zijn. Dan ga ik zelf ook Hyper Potionen. Oh, deze Sylveon wordt echt lastig, man. Ja, ik denk het ook. Hyper Potion, ja. Smog? Smog is wel super effective, maar het is één geen step. En lage dingen, maar het is wel super effective. Zou ik dat doen? Sorry, ik kreeg het niet mee. Welke aanval? Smog. Dat kan niet gepoisoned raken, toch? Maar is hij niet al geparalyzed? Nee. Oké, ja, dan kan je dat doen. Hij is wel laag power, maar... Oké, okay, in de hoop dat hij poisoned. Oké, charm. Oh, ja. Wat doet dat? Attack fail, oké. Ook wel balen, maar liever dat dan defense. Ja, precies. Ik ga gewoon smokken totdat hij poisoned is. En als hij poisoned is, dan kan ik wel kijken voor... Om toch weer dingen te doen. Omdat hij meer. Oké, hij deed 58. En ik zit nu op 60. In principe zou ik een hit moeten tanken. Maar dat dacht ik de vorige keer ook. Toen ging mijn job in dood. Ja. Dus ik take the risk niet. Oké. Shit, that's a game. Oké, volgens mij deed hij nu ook meer, ja. Oké, is hij al gepoisoned? Nee. Nee, ik ben de hele tijd bezig met mijn Houndoom healen. Heeft die Dazzling Gleam, heeft hij een hoge kans op high rolls of zo? Durf ik niet te zeggen. Ik vind high rolls en low rolls zo kut, hè? Ja, dat is ook kut. Oh nee, mijn golem is dood. Een crit, oké, nee, ja. Zal ik Squirtle? Squirtle is wel ook. Alleen die is wel twee levels hoger. Wacht, check summary moet ik hebben.
parry, is dat vooral defense of special? Als het geen playref is, is het special. Dazzling Gleam is special. Maar dan heb ik met Doge een hogere special defense. De hoogste ook van allemaal op King Alert, nou maar ja, het is 4 times. Ja, die gaat sowieso dood. Ja. Nee, niet Pokémon. Potion dan maar. Als hij een crit Hyrule heeft, dan ben ik echt neer. Hoeveel pp heeft Dazzling Gleam? Best wel veel. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar wel veel in ieder geval. Maar ja. Je had meegekregen dat ik ook een Pokémon kwijt was geraakt? Ja, Golem toch? Ja. Ja, dat is balen. Ik ga hem stallen op Dazzling Gleam. PP 10. Daar kan ik stallen. Daar kan ik stallen. Met een hype potion. Ik heb 16 nog, dus... Of 15. Ik heb niet goed genoeg gekeken, maar... Swift! Oh, die Swift is een crit. Anders had ik sowieso één Dazzling Gleam kunnen tanken. Nu twijfel ik te veel. En ik heb ook niet geteld hoeveel hij al gedaan had. Mm-hmm. Hij doet wel nog een keer Swift. Smog of Fire Fang? Ik doe Smog. In de hoop poison. Quick Attack? Oké. Okay. Hij zou out of Dazzling Gleams kunnen zijn. Ik hoop het. Toch ga ik healen. Super Potion. Dat kan wel. Vanaf dit help. Quick Attack? Ja, goed zo. Brave Eevee, brave Sylvie, bedoel ik. Oké, nog een keer Quick Attack. Ja, doe dat maar. Oké. Ik ga het risken. In de hoop dat hij geen Dazzling Gleam meer heeft. Ik hoop het ook voor je. Quick Attack, oké. Ja. Ja, Fire Fang. Burnt! Nice. Dus dan is de attack ook gehalveerd. Je kan het, Sander. Oké, hij heeft Quick Attack, dus het is sowieso slim om eerst te healen. Ondanks dat ik hem misschien zou kunnen killen vanaf hier, maar... Swift? Oké, dat doet niet zoveel meer. Burn. Ah, hij zit echt nog op 1 HP. Dit is gewoon... Wel chill dat ik hem sowieso dood krijg, maar... Zeg, doet hij weer Hyper Potion? Nee. Hij deed Quick Attack. En dan nog Mr. Mime. Hij deed het. Nou, de schade is beperkt. Ja, Mr. Mime nog, toch? Nee. Die had ik al gehad. Die had ik met Jotun al neergemaaid. Dat scheelde echt. Ja, nee, dit is wel... Ik ben blij dat de schade beperkt is. Laten we het daarop houden. Snap ik. Maar, ik weet niet wat voor de volgende gym... Het hoogste level is dat we mogen trainen, maar ik denk dat ik wel moet trainen. Ga ik zo even kijken, want ik moet even kijken welke Pokémon ik aan mijn team ga toevoegen voordat ik de aflevering afsluit. Golet is Grand Ghost. Oh. Ik kan ook wel even kijken hoor. Ik kijk wel even. Olympia. Gym Battle Hall. De hoogste is 48. Oké. Okay.
En we mochten? Hoeveel levels erboven zitten? 5. Dus 53. Ah, oké. Okay. Dat is wel, ja. Dus even kijken welke Pokémon ik heb. Dat is wel redelijk. Oh, je hebt de Parry Badge. Ja, ik ben zelf ook aardig van onder de indruk. Dat het gelukt is. Yep. Nee, maar mijn team is nu wel echt heel erg beschadigd. Ja, die van mij na deze afleveringen ook, ja. Want ik heb nu ben 3 Pokémon's ook verloren. Dus dit wordt een dingetje. Goed. Ja, dan lijkt het me sowieso slim om deze aflevering af te sluiten en te trainen. Ja. Zeker. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet zeker niet op Sander zijn YouTube te abonneren en op zijn Twitch te volgen, zodat hij affiliate wordt, zodat hij goed is. Ik heb nog één ding te zeggen. Dat is adios.